GroenLinks staat natuurlijk voor progressief. Zeker. GroenLinks staat voor seculier. En dit is een nummer 9 op de lijst die bij een partij heeft gezeten, bij een jongerenorganisatie, die volgens meerdere internationale onderzoeken banden heeft of heeft gehad met het moslimbroederschap. Kunt u dan hard maken, dan kunt u zeggen ze heeft een groene uitstraling, ze hoort bij de groene beweging. Maar het is natuurlijk niet wenselijk als er iemand in uw fractie zit die misschien connecties heeft of heeft gehad met moslimbroederschap. Mij gaat het, kijk, of zij in contact is geweest met mensen, met wie dan ook, of met hele conservatieve krachten, of het nou mensen van die moslimbroederschap is. Dat zou kunnen. Mij gaat het over wie zij, mij gaat het erover wie zij is en waar zij voor staat. En zij is een GroenLinkse. Zij staat voor de GroenLinkse idealen. En dat is wat voor mij belangrijk is. Gaat u meer onderzoek doen? Want stel nou dat zij veel contact heeft gehad met moslimbroederschap. Kan zij dan een goed Kamerlid voor GroenLinks zijn? Mij gaat erover wat ze vindt. Niet met wie ze contact heeft gehad. Het gaat mij erover wat zij vindt en voor waar zij voor staat. Maar u twijfelt niet wat zij vindt, ook al heeft zij bij Femizo een belangrijke rol. Nee, als wij zouden twijfelen over wat ze vindt, zou ze niet op de lijst staan. Eén vraag die ik ook nog heb, want u had in uw eerste reactie, zegt u eigenlijk, wen er maar aan. Er is altijd heel snel kritiek als het gaat over jonge moslims bijvoorbeeld, die zich politiek geëngageerd in Nederland vestigen. Maar daar gaat de discussie toch eigenlijk helemaal niet om. Als het om een witte man van 56 zou gaan met een bolhoed die rechtsradicale ideeën had gehad, had ik hier ook gestaan. Het is natuurlijk de vraag of iemand met bepaalde denkbeelden past bij de partij GroenLinks. Maar wat u veronderstelt zijn die denkbeelden. En wat zij zelf al in een verklaring heeft gezegd, is dat ze niks met die denkbeelden heeft. En toch zegt u, doordat ze bij Femizo heeft gezeten, ik geloof niet dat dat waar is wat zij zegt. En dat is wat de hele tijd, wat u allemaal hier aan mij zegt. Dus zij zegt zelf, ik sta daar niet voor, ik geloof daar niet in, ik werp het verre van me. Ja. Dat heeft ze nu al 3 keer verklaard, ik heb het nu denk ik al 5 keer verklaard. En toch zegt u, gelooft u het wel? Ja. En dat is precies waar ik het over had en de vraag die u zich moet stellen, zou u dit dan ook die 5e keer vragen aan die blanke man van 56 met die bolhoed? Ik zou 10 keer vragen aan die, als de heer Baudet bijvoorbeeld een nieuw kandidaat Kamerlid heeft die rechtsradicale ideeën heeft, zou ik hier hetzelfde staan? Dan zou ik me afvragen van, kan iemand die bij zo'n partij is aangesloten of bij zo'n beweging een goed Kamerlid voor u zijn? Ik vind de vraag zeer relevant die u stelt, even voor de goede orde. Dat u zegt, wat voor ideeën heeft iemand? Daar heeft ze antwoord op gegeven en ik nu ook. Ze deelt de ideeën niet, ze deelt de ideeën van GroenLinks. En dan is het dan nu of u dat gelooft of niet. Ja. Maar ze heeft antwoord gegeven op die vraag en ik ook. En zij verwerpt voor de duidelijkheid moslimbroederschap en de standpunten die moslimbroederschap uitdragen. Zij verwerpt moslimbroederschap en de standpunten die ze uitdragen. Dat klopt. Gaat uit Femizo. Dat was ze al van plan, dus ik weet niet precies per wanneer, maar dat was ze al van plan, dus dat gaat ze doen.